Goedemiddag en welkom hier vanuit Woerden, waar ik met drie mensen aan tafel sta te praten over dit boek dat officieel net is uitgekomen, Hydrogen Rocks. En dat gaat gepaard met gelijk uiteraard, want het is 2021, de URL hydrogenrocks.nl, waar u voortdurend kunt zoeken naar de artikelen waar wij naar gaan verwijzen. Wie zijn wij en waar gaan we over praten? We gaan over de inhoud van dit boek praten met de drie mensen die het georganiseerd hebben. Als ik kijk naar hoofdstuk 2, dan zie ik, of de tweede pagina, dan zie ik het gezicht van Frans Timmermans, die vanuit de Europese Unie een voorwoord heeft geschreven, zijn handtekening onder heeft gezet. Maar de makers, de veroorzakers van dit boek, staan bij mij. We gaan het dus hebben over waterstof, blauw-groen. We gaan het over kernenergie hebben. We gaan het over de relatie tussen het een en het ander hebben. We gaan het over de Noordzee, de functie van de Noordzee in dat gebied van transitie gaan we het natuurlijk over hebben. Met jullie drieën, van harte welkom hier. Fijn dat jullie er zijn. Peter Lesquaire. Je bent een van de veroorzakers van dit boek. Hoe zou je jezelf omschrijven als je naar het boek kijkt? Ik heb de mensen bij elkaar gebracht. Okay. Laten we zeggen dat vanuit het gevoel dat er een heleboel verschillende disciplines nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Je bent officieel in titel hoogleraar TU Delft. Klopt. Hielp dat bij het voor elkaar krijgen van... Nou, laten we zeggen wat in dit geval bij dit boek vooral ook geholpen heeft is collega Ad van Wijk. Ja. Collega hoogleraar, ja. Die heel verbonden is met de waterstofcommunity. Oh. En als je nu naar het boek kijkt, zoals het hier ligt en zoals het op de website te zien is, is het geworden wat je ervan dacht dat het moest worden? Ja, niet qua tijd. We hadden het een jaar eerder uit willen brengen, maar COVID heeft ook hier ingegrepen. Dus dat heeft wat langer geduurd, maar we zijn toch blij dat het dan nu uiteindelijk gewoon wel hier op tafel ligt. En dit is nog maar de eerste, want de Engelse versie die komt er ook aan. Ja. In hoeverre zal die verschillen van de Nederlandse? Nee, niet. Je ziet hier keurig netjes NL en daar zal dan UK op staan. Okay. Alright. Maar de andere taal. En dat is met name gedaan ook niet alleen maar vanwege de internationale relaties van ons, maar ook voor het onderwijs. Ja. Onderwijs wordt natuurlijk, masteronderwijs wordt in het Engels gegeven. En, een vorig boek wat we op deze manier gedaan hebben is voor 80% Nederlands. En dat kunnen we daar dus eigenlijk niet gebruiken. Nee. Oké, goed. Ga ik even naar je buurman. Die doen we wel. Ad van Wijk, TU Delft. Wetenschapper. Meer wetenschapper dan Peter Lesquaire, of niet? Nee. We zijn allebei, denk ik, wetenschappers die ook een praktische ervaring hebben. Ik ben 2 dagen in de week hoogleraar. Maar ik ben daarnaast eigenlijk ook commissaris bij bedrijven, adviseur van bedrijven. En vooral ook adviseur van onder andere Frans Timmermans. Ja, mooi. En ook gasthoogleraar bij KWR, Water Research Institute. Ook inderdaad. Ja, mensen vergeten vaak dat het in een nieuwe energiegedachte vooral ook om water gaat en niet stroom. Nou kijk, en zeker bij waterstof, daar komt het samen. Want hoe maak je waterstof of groene waterstof? Daar heb je water als grondstof voor nodig en dan stop je daar elektriciteit in. En dan splitst dat pas in waterstof en zuurstof. Ja. Dus het is de grondstof eigenlijk om waterstof te maken. Nee, dat aloude elektrolyse denken, dat denkt natuurlijk in plussen en minnen. En, hè? Ja, maar ja goed. Dat heb je allebei nodig om, om er iets van te maken. Iets uit elkaar te trekken. Daar heb je een plus en een min voor nodig. Goed. Nou, fijn dat je er ook bent. Henk-Willem van Dorp, directeur grote aandeelhouder van Dorp BV. En de plek waar wij nu zijn ook. Een van de plekken waar je regelmatig komt. Waarom wilde jij dit boek ook mede mogelijk maken? Want je bent geen wetenschapper aan TU Delft. Nee, helaas. Ik ben meer iemand van de praktijkkant. Maar wij hebben bij ons bedrijf is heel erg georiënteerd rond duurzame energie. Toen wij 35 jaar bestonden, tenminste als holding, als bedrijf, toen wilden we een feestje organiseren. Dat kon niet in verband met COVID. En toen hebben we gezegd van nou laten we toch in ieder geval iets nalaten voor ons als nalatenschap. En besloten dit boek financieel mogelijk te maken. En ik heb ook een kleine bijdrage geleverd. Dus toen we 30 jaar bestonden is Jeremy Rifkin uit Amerika hier gekomen. Die had ook al een boek geschreven over waterstof. Die was wat dat betreft zijn tijd vooruit. En dit kun je een beetje zien als vervolg erop. Ja, voor diegenen die Rifkin niet kennen, vat hem eens in één zin samen en vergelijk dan eens hiermee. Rifkin is natuurlijk die heeft met name toch wel heel erg naar de toekomst gekeken, naar de toekomstige ontwikkelingen, waar waterstof een belangrijke rol in ging spelen. Hij toch wel een beetje heeft ons best wel aan het denken gezet. En kijk, wij kennen elkaar vanuit de TVVL,
vanuit de waterstofcommunity. En daar zijn we met de gedachte goed verder gegaan. Kijk, het mooie is natuurlijk, de zon die schijnt 8000 keer zoveel energie naar de aarde als wij gebruiken. Dat is het enige wat wij moeten. Wij kunnen zo ongelooflijk veel leren van de natuur, van de schepping, dat we moeten dat gewoon een beetje. Daar moeten we vriendjes mee worden, moeten we beter leren gebruiken. Ja, maar ik wil net zeggen. Als ik dat hoor, hè, de zon die schijnt zo machtig veel op ons, letterlijk machtig veel op ons. Alleen we doen niet goed, we gebruiken niet goed. Ja. Het is ook zo moeilijk om dat soort makkelijke uitspraken even in de pijplijn te gieten. Dus we gaan het maar anders doen. Ja. Want die zon die schijnt 8000 keer zoveel als dat we eigenlijk nodig hebben. Nou kijk, het mooie is dat wij natuurlijk deze tijd, we hebben de kennis, we hebben de techniek en we hebben de middelen. We moeten alleen even doen. Ja, we moeten even organiseren. Doen, dat is organiseren natuurlijk. En ja, dat is wel mooi dat we dan vandaag, 17 december, bij elkaar zijn. In de week dat er een nieuw regeerakkoord is gekomen. Ja. In de week dat, ik denk, het onderwerp waterstof ook weer wat dichter bij ons is komen te staan. Ben je dat met mij eens, Peter? Ja, het staat in ieder geval in de verklaring van de regering. Dus daar zijn we heel erg blij om. Daar wordt ook geld voor vrijgemaakt. Daar zijn we ook heel erg blij om. Ik ben iets minder enthousiast over de twee kerncentrales die beoogd worden. Want? Nou, laat ik zeggen, als je kijkt naar de laatste kerncentrale die er op dit moment gerealiseerd wordt. En je kan het nalezen in het hoofdstuk van Henk Willem. Die hebben, zeg maar, de hoeveelheid gegarandeerde financiering die daar afgedwongen is absurd. Het wordt al 3-4 keer zo duur als wat je op dit moment marktconform hebt. Plus dat dat nog allerlei bedingingen daarbij afgedwongen zijn over aansprakelijkheid en dat soort dingen. Ja. En het, in feite, er zit geen enkel Engels bedrijf bij. Het is voor 2/3 China, 1/3 Frankrijk. Dat is dan de huidige situatie van de kerncentrale. Nou, om hier investeerders voor te vinden, voor een prettige wedstrijd. Ja, en ik wil zeggen, dreigt dat gevaar dan ook voor ons? Nou, ik denk dat het gewoon een aardig initiatief is, maar dat absoluut geen kans van slagen heeft. Oké. In de week dat waterstof iets dichter bij ons kwam eigenlijk, hè, Ad van Wijk? Mee eens? Zeker mee eens, maar dat is ook wel een ontwikkeling die we de afgelopen 2, 3, 4 jaar eigenlijk hebben zien. En ik moet zeggen, ik heb een van de eerste rapporten geschreven over waterstof als vervanger van aardgas voor de noordelijke provincies. He, want we gingen van het aardgas af en de vraag was eigenlijk, wat doen die 20.000, 30.000 mensen, banen die we daar hebben, wat gaan we daarmee doen? En toen zijn we eigenlijk met het idee gekomen van, ja, waterstof zou eigenlijk een vervanger kunnen zijn voor aardgas. Je kunt die aardgaspijpleidingen hergebruiken, je kunt het op zee gaan maken, je kunt het importeren op grote schaal. Zou dat niet een interessant iets zijn? Want ook vergelijkbare kennis, hè, mensen die nu in de aardgassector werken, die kun je ook in die waterstofsector. Nou, dat heeft toen eigenlijk een reactie gegeven, met name bij bedrijven moet je zeggen. Die werden enorm enthousiast over het idee van, hey, we kunnen op een andere manier eigenlijk ook met die duurzame energie aan de slag. Het is natuurlijk allemaal elektriciteit, hè, wat je opwekt, maar hoe vervoer je eigenlijk nou die elektriciteit naar de gebruiker en breng je dat ook op de juiste tijd bij die gebruiker? En dat is de kern van waarom je waterstof naast elektriciteit eigenlijk nodig hebt als een energiedrager. Nou, en vanaf dat moment, want dat was het vorige regeerakkoord en ook de vorige, dat was in 2017, ja, daar werd met geen woord over waterstof gerept. En als je dus nu ziet, hè, ben je 4, 5 jaar verder eigenlijk, dan is het in alle zeg maar strategieën en politiek zit het eigenlijk wel in het programma. In het klimaatakkoord zat het toch wel vaak in woorden wel, maar niet in beleid. Ja, en Europa nu zie je, sneller dan Nederland. Ik ben zelf ook een van de architecten van het Europese waterstofstrategie. En nu zie je in feite overal, in alle landen, want wij hebben een regeerakkoord, maar we hebben in Duitsland ook net een regeerakkoord gesloten. Nou, daar staat het nog prominenter eigenlijk in dan bij ons in het. Het lijkt alsof men in Duitsland wat eerder is wakker geworden. Nou, wij waren denk ik eerder wakker, maar die Duitsers zijn altijd sneller. Ja, ja. Dat zie je ook bij de wereldkampioenschappen. Ja. Overigens niet met kernenergie. In 2018 hebben we een zeg maar excursie naar Duitsland op het gebied van waterstof georganiseerd. En toen waren we werkelijk overdonderd door niet alleen maar het samenwerken van de verschillende bedrijven allemaal op het gebied van waterstof,
maar ook de intense samenwerking tussen landelijke en regionale overheden met het bedrijfsleven en de universiteiten. En dat was voor ons ook aanleiding om te zeggen, nou, we moeten hier ook een community in gaan richten. Dat hebben we dus ook bij TVL georganiseerd. En dat gaat helemaal niet om leden te werven of zo, maar het zijn alle partijen die zeg maar een zegje kunnen doen op het gebied van waterstof, om die bij elkaar te brengen. En daar zijn ook behoorlijk wat van de auteurs uit die groep, die hebben hier aan bijgedragen. Ja, oké. Voor degene die op dit moment zitten te kijken en mochten jullie een vraag hebben, dan kun je de vraag via de chatfunctie van deze webcast, webinar, kun je stellen. En wij zullen aan het eind van het programma even tijd inruimen voor de vragen die je bij de kijker oppuppen. Je gebruikte net het woord waterstofcoalitie. Ja. Hoe ziet die waterstofcoalitie eruit? Nou, de community zijn wij. Dat is eigenlijk een groep mensen die met elkaar interesse op het gebied waterstof delen. Ook met name praktijkcases. Er zijn een aantal projecten zijn we betrokken om daadwerkelijk echt te realiseren. En door elkaar slimmer te maken, elkaar te verslimmen, proberen we natuurlijk gewoon met elkaar een stap te maken. Kijk, we hebben natuurlijk best een stap te maken met elkaar. Ik geloof niet in dure duurzaamheid. Wat is dure duurzaamheid? Dure duurzaamheid is dingen die alleen dankzij subsidie kunnen overleven. Okay. Ja, dure duurzaamheid geloof je niet in? Nee, dat in de praktijk werken niet. Ik heb te veel effecten ervan gezien van het werkt een tijdje leuk, het wordt mooi en dan komt de subsidie in, dan wordt het nog harder en ineens stopt de subsidie en is het afgelopen. Ja. Daar hebben de windmolenindustrie in Nederland mee om zeep geholpen, dus die fout moeten we niet nog een keer maken. Ik geloof wel in goedkope duurzaamheid. Ja, en ik denk dat wij ergens rond 2035 dat wij de duurzame oplossingen, fossiele oplossingen inhalen. En te aardig is dat op dit moment duurzame oplossingen al veel goedkoper zijn als kernenergie bijvoorbeeld. Maar goed, dat gaan we eerst onderzoeken, dus dan weten we het daarna ook. Het onderzoek ook altijd, meneer Van Wijk, Ad van Wijk. Ja. Ik zei net, dure duurzaamheid. En toen zei ik plagerig, maar je gelooft wel in goedkope duurzaamheid. Ja. Rare tegenstrijdigheid. Ja, ja, het woordje duur zit in duurzaamheid. Hè. Maar het is inderdaad wat Henk Willem ook zegt. Kijk, het is zo dat wij natuurlijk in Nederland best zonnepanelen op je dak moeten nemen om je eigen elektriciteit op te wekken. En op hebben met de aardwarmte ook nog best wel wat een aantal dingen kunnen doen. Maar voor de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat in landen waar je veel meer zon of veel meer wind hebt, je natuurlijk nu voor 1 cent per kilowattuur stroom kunt produceren. Als we het hier hebben over de zonnepanelen die we in een weiland neerzetten, die produceren voor zeg maar zo'n 8 cent per kilowattuur. Ja. En de kolenstroom is 5, 6 cent per kilowattuur. Dan is dat niet goedkoop, goedkoper dan die kolen. Dat kan alleen maar omdat we dan subsidie geven aan die zonne-energie. Nou, er zijn heel veel toepassingen, zoals op die daken waar dat wel rendabel is. En dat moet je ook echt wel doen. Maar de grote bulk van energie, duurzame energie, die je ook bijvoorbeeld nodig hebt voor de industrie, ja, die wil je natuurlijk goedkoop opwekken. Nou, dan hebben wij eigenlijk echt niet zoveel plekken in Nederland waar dat kan. Nou, een beetje misschien de Noordzee, maar dat is ook maar een klein stukje ruimte die we hebben. Daar kun je met offshore wind natuurlijk wel goed aan de slag. En dat naarmate je verder gaat is het dan ook interessanter, want goedkoper om het naar waterstof om te zetten en het dan via waterstof aan de kust te brengen. Ja. Maar we zullen heel veel moeten gaan importeren van die duurzame elektriciteit, hè, die goedkope duurzame elektriciteit. Maar dat doe je niet in de vorm van elektriciteit, want dan zijn de transportkosten stukken duurder dan wanneer je dat in waterstof doet. En ook de opslagkosten die je dan hebt zijn veel duurder. Zeker als je seizoenen wil overbruggen, dan is het eigenlijk niet te doen met elektriciteit. En dat is de reden waarom je eigenlijk de goedkope elektriciteit, die je voor 1 cent per kilowattuur in ook IJsland met waterkracht, maar ook bijvoorbeeld de Sahara met zon, maar ook met wind, want daar waait het ook bijvoorbeeld op plekken harder dan op de Noordzee, hier naartoe kunt krijgen. Maar wat importeer je dan precies? Waterstof. Ja. Of een afgeleide product. Dan? Dat is waterstof. Maar dat kan bijvoorbeeld gebonden zijn aan stikstof, dan heet het ammoniak. Of je bindt het aan een andere drager. Hè, en daar zijn er allerlei, dat heet dan een liquid organic hydrogen carrier. Ja. En dan kan je het een vloeistof maken. En wat is dan bijvoorbeeld het voordeel? Dat je gewoon je olietankers kunt hergebruiken om dat te transporteren. Maar waterstof, hè, als je nu bijvoorbeeld kijkt vanuit de Sahara, ja,
vanuit de Sahara hebben we al heel veel gas die met pijpleidingen hier naartoe kan. He, dat is, komt van Algerije, van Libië. En als je naar die capaciteit kijkt van die pijpleidingen, dan zouden wij in diezelfde pijpleidingen kan je ook waterstof doorvervoeren. Ja, dan heb je eigenlijk al een behoorlijke capaciteit om gigantische hoeveelheden energie hier te krijgen. Ja, en dat is de goedkoopste manier om te vervoeren. Goed. Er zit nog een tweede aspect aan, niet alleen maar de financiën, maar als je naar duurzame energie gaat kijken, dan heb je installaties nodig. En of dat ook wel, laten we zeggen, traditionele installaties van energie of PV of zeg maar windinstallaties, dan heb je daar veel materialen voor nodig. Dan als je ook die materialen in, uit bijvoorbeeld Sahara of uit Australië weet te halen. Ja. De schaarsheid van het aantal materialen binnen nu en enkele decennia, die is zodanig dat... Ik geef jou even een ander microfoon, want ik hoor dat jij problemen hebt met jou, maar nu niet meer. Even, laten we het hopen. Laat zeggen, de schaarsheid van een flink aantal van die materialen is dusdanig dat we daar problemen gaan krijgen. Het is niet zozeer de vraag van waar we de energie vandaan halen. Zon en wind. Die zijn meer dan voldoende om zeg maar, onze energiebehoeften te dekken. Maar de materialen om de installaties te bouwen, om dat op een duurzame manier te vangen, dat wordt een probleem. Oké, goed. We zitten al wel weer in de techniek, hè? Maar wat mij zo ontzettend belangrijk voorkomt op dit moment, is dat we het beestje willen laten landen. Hè? We willen het onderwerp waterstof of energievoorziening in de toekomst willen we graag goed laten landen. Hoe vaak peins jij daar je hoofd suf over? Hoe kunnen we nou dat onderwerp in één keer zo laten landen dat we in die ladder van de tijd goed uitkomen? 2030, 2050? Ja, nou, toch bijna dagelijks, moet ik eerlijk zeggen. Maar kijk, ik verkocht in 1981 zonnepanelen. Ik wil even vergelijk maken naar de zonne-energie. Hè? Die kostte toen 1200 gulden. Dat was echt geld. 50 euro, hooguit. En die hadden een bepaalde opbrengst, rendement, 6-8%. En de stroom die was ongeveer, die eruit kwam, was ongeveer 1,25 euro per kilowattuur. Nu is zonne-stroom te koop, wereldwijd, bij Dubai, voor 1% daarvan. En dat is in een tijdsbestek van 40 jaar is dat gebeurd. Minder. Ja, minder dan 40 jaar is dat, de 35 jaar, is dat enorme rendementsverbetering, enorme kostprijsverlaging is dat gebeurd. Hm. Er is zelfs een economische wet over ontwikkeld, dat heet de wet van Swanson. En die zegt elke keer dat wereldwijd de productie verdubbelt, is de daalt de kostprijs met 20%. En omdat de technologie om een waterstofsysteem, concept te introduceren in de maatschappij vergelijkbaar is, hè, de verwachting dat diezelfde wet ook weer opgaat. Nou, als je dat doortelt, dan zijn we heel snel zijn we rond. Ik hoop dat we ergens rond 2035, tussen 2035 en 2040 ergens vergelijkbaar zijn met fossiel van nu. Maar, ik moet eerlijk zeggen dat de energieprijsstijging van de afgelopen half jaar, heeft wel bijna dat tijdstip 5 jaar vervroegd. Ja, ja, ja. En het mooie is dat alle voorspellingen over de inzet van waterstof in de economie, die zijn allemaal ruimhartig ingehaald door de tijd. Het gaat van me veel sneller. Ja. En als je dat nou weet, hè? Ja. Dan is de vraag over 2030 en 2050 misschien ook wel niet realistisch meer. Kijk, hoe je het went of keert, bestaande systemen hebben een uitlooptijd, die hebben een afschrijvingsperiode. Grote energiebedrijven zijn erop gericht om de levensduur van de bestaande systemen zo maximaal te verlengen. Dus wij zullen dat is alleen maar effectief op te lossen als we naar CO2-belasting gaan van ongeveer 150 euro per ton. Als we echt de waterstof een impuls willen geven, moeten we gewoon de CO2-heffing een enorme zwieper geven. Kijk, wat je ziet ook in die technologieontwikkeling, om daar toch nog maar even op door te gaan. Het is inderdaad zo, hè, dat heet de learning curve, maar als je verdubbelt in je productie, hè, dan neemt het met een bepaald percentage af. Nou is het grappige dat voor zonne-energie, maar ook voor batterijen, het met wel 30% eigenlijk omlaag is gegaan. En eigenlijk de structuur van de brandstofcel, maar ook van de elektrolyseapparaten, die is precies hetzelfde als van zonnecellen. Om dat te begrijpen, het zijn cellen. Als je meer wil hebben, dan stapel je die cellen bij brandstofcellen of elektrolyse op elkaar. Dat heet dan ook een stek, een stapel. En daar draait niks. Het heeft geen hoge temperaturen, zoals bij zonnecellen.
Dus je ziet ook dat die learning rates, zoals dat dan zo deftig heet, dat die eigenlijk veel hoger liggen dan wanneer je bijvoorbeeld naar windenergie kijkt of naar andere gasturbines kijkt. En dat pleit er eigenlijk voor dat je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gaat neerzetten. Want dan loop je sneller door die... Hè, dus je hoeft niet bang te zijn, hè, dat, en dat hebben we met zonne-energie ook gezien, dat we te snel of dat we nog... Hè, het leereffect is niet een nieuwe technologie, maar is eigenlijk massaproductie. Okay. En dat is de belangrijke les die we moeten trekken ook vanuit de zonne-energie. En die we nu ook eigenlijk zouden moeten inzetten. En dan kan je het halen. Ja, IMF heeft zeg maar onlangs weer een nieuw rapport geschreven. En dat is zeg maar geüpdate. En daarin wordt berekend wat de verborgen fossiele subsidies zijn. Wereldwijd is dan een getal van 12 nullen. En dat zegt niemand wat. We hebben dat even teruggerekend. Dat is 12 miljoen euro per minuut. Wat er aan fossiele subsidies gegeven wordt. Maar het leuke is dat zeg maar, de ontwikkelingen van waterstof die gaan zo snel. Dat mijn voorspelling is dat er een moment komt dat we met waterstof in feite, ondanks die fossiele subsidies, het gewoon commercieel inhalen. Mm. Als we teruggaan naar het techniekverhaal zeg maar, van Ad van Wijk. Hè. Je wilt ook met het onderwerp positieve impact halen. Je moet ook snelheid halen op basis van de mensen die het moeten gaan veroorzaken, die transitie. Hè. Want als de systemen er zijn, moet het nog wel allemaal ingevoerd worden. Hoe krijgen we die positieve impact? Hoe doen we dat? Nou kijk, een van de dingen die we natuurlijk ook zien en ook in Nederland zien, maar er is natuurlijk ook een tekort aan mensen die dat eigenlijk allemaal voor elkaar kunnen. Dus een van de speerpunten die we moeten doen is echt wel een stuk, hè, en dat is ook, want je gaat traditionele industrie, hè, nou kijk maar de kolencentrales, die sluiten we, maar we moeten mensen ook herom bijscholen en veel meer opleiden in deze richting. Dat was ook een van de... De reden waar, wat stond er in die strategie voor de Europese Unie? Dat was eigenlijk dat we hier in Europa dat willen realiseren, maar ook in de landen rondom ons heen, omdat we zelf niet die bijdrage hebben. En daar zetten we eigenlijk ook, hè, dat als je nu kijkt naar het Europese Unie-beleid, dan wordt er ongeveer 10 miljard besteed aan scholing, opleiding voor bijvoorbeeld Afrikaanse landen. En daarmee hopen wij dat er dan minder mensen hier naartoe komen. He, maar dat werkt amper, want ja, dan heb je de mensen wel opgeleid. Dan heb je, he, cynisch gezegd, een loodgieter opgeleid. Maar ja, wat moet hij dan loodgieten, om het maar even zo te zeggen. Dus wat we ook hebben gezegd, en dat was een van de dingen waarom dat ook dat waterstofverhaal zo heeft geresoneerd in de EU. Je moet ook dan industrie... En zaken gaan bouwen. He, dus je kan mensen opleiden in de zonne-energie, maar dan wil je ook dat daar die zonne-energie wordt gerealiseerd, dat het wordt onderhouden en dan heb je een business case. En waar zie je een goed voorbeeld als het daarover gaat? Nou, dat is bijvoorbeeld nu in Marokko gebeurd dat. He, maar ook in Egypte zie je eigenlijk dat er nu hand in hand gewerkt wordt met het opleiden van mensen en het opschalen van eigenlijk die grootschalige zon- en windenergie. En wat moet het dan toe leiden? Als het in Marokko en Egypte goed gaat, hè? Ja. Als wij dat als voorbeeldlanden moeten gaan zien, waar moet het dan toe leiden? Dat moet er toe leiden dat in feite die landen zelf natuurlijk een duurzame energievoorziening kunnen en een schone. Maar het geld wat ze kunnen verdienen is ook met de export. Ze hebben zo'n gigantisch potentieel dat dit is hun nieuwe exportproduct. En dat zien ze ook, dat zie je ook in het beleid. Maar dat is juist iets, hè, bij ons in het coalitieakkoord staat het een beetje van, we moeten ook import gaan regelen. Nee, je moet gezamenlijk met die landen natuurlijk dit gaan ontwikkelen. Niet als een nieuw soort kolonialisme. Maar je moet juist, hè, en dat is wat je in het Duitse programma bijvoorbeeld ziet. Ja, die geven bijvoorbeeld subsidies en opleiding en scholing. En die hebben samenwerking tussen universiteiten en tussen hogescholen met... Nou, onder andere Marokko. Ja. Dus er zijn een paar mooie voorbeelden die we horen. Ja. Marokko, Egypte, de Duitsers die... Namibië niet te vergeten. Nou, ja. Daar hebben we contract mee gesloten inmiddels. Ja. 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 Zijn dat toevalstreffers of is dat bewust zo gekomen? Nee, dat is logisch, omdat kijk, Nederlanders weten heel goed dat je moet vissen waar vis zit. Dat vinden we allemaal logisch. Hetzelfde geldt ook voor als je zonne-energie wil oogsten. Dat moet je niet doen in Nederland, met een gematigd klimaat. Dat moet je doen waar de zon veel schijnt. Waar de grond niks kost. En dan kom je bij die landen uit.
En het voordeel natuurlijk van de Noord-Afrikaanse landen is dat die al met de gasinfrastructuur verbonden zijn aan Europa. Dus het is gewoon een kwestie van een klein beetje ombouwen en dan kunnen we door. Verder weg, dan moeten we transport over zee of langere leidingen aangeleggen, dat wordt complexer. Maar het is allemaal niet schokkend nieuw. Er zijn al vele, ik meen dat er al een paar honderdduizend brandstofcellen op deze wereld draaien, met name in Japan. Ja, ja. En ook bij Defensie, als je bijvoorbeeld als een kleine generator in de gevechtsvoertuigen, zit ook een waterstof-brandstofcel in. Ja, ja. Dus die technologie is niet nieuw. We moeten het wel adopteren, eigen maken, we moeten gaan integreren. Dus dat betekent dat de mensen een toekomst krijgen. Een brandstofcel in plaats van een cv-ketel. Een brandstofcel, of een hybride warmtepomp met een brandstofcel erin. En daar moeten we met z'n allen weer een beetje aan wennen. Dakcentrales, even voor onze vakbroeders, hè. We maken natuurlijk dakcentrales, die vaak nu nog met een losketel thuis, dat het allemaal wordt geïntegreerd. Dus we krijgen de auto's met een brandstofcel, dat is ook niet nieuw. Hè. Dat is ook alleen een kwestie van wachten tot er genoeg tankstations zijn. Nee, wat misschien wel schokkend nieuw is, dan ga ik even naar Peter. Wat misschien wel schokkend nieuw is, dat er zoveel tegelijk allemaal nu op een bordje ligt. Namelijk de mobiliteit, waterstof geregeld is mogelijk technisch. Energie is waterstoftechnisch te regelen, de productie ervan. Hè. Het voelt allemaal als schokkend nieuw. Misschien is dat wel het momentum waar we nu in zitten, om dat als schokkend nieuw te mogen ervaren. En wat moet dan de volgende stap zijn om het echt te laten gebeuren? Het leuke is natuurlijk even terugkijkend in de historie, toen we aardgas ontdekten in Slochteren, hoe schokkend nieuw dat was en hoe snel we daar die hele infrastructuur uitgelegd hebben. Waterstofaanpassing in die zin is niet veel anders. Dus zo schokkend nieuw is het allemaal niet. Alleen de mensen die worden natuurlijk wel geconfronteerd met het feit dat ze in de keuken misschien iets moet wijzigen. Ja. Maar van het gas af voelde wel als kom niet aan mijn keuken, want het is mijn keuken. Ja, maar van het gas af was zo'n ongelooflijk domme opmerking. Van het aardgas af, daar gaat het om, maar niet van het gas af. Maar molens in de Noordzee voelt als kom niet aan mijn Noordzee, want het is mijn uitzicht. Ja. Het is natuurlijk wel een noodzaak. Dat is zo, maar daar moet ik nuchter in zijn. De molens, de ouderwetse molens die in Nederland staan, die waren met de huidige wetgeving nooit gekomen. Nee. Dus daar moet je ook een beetje overheen kijken. Okay. Als ik het mensen uit het buitenland meeneem en ik laat ze zien, dan staan ze allemaal verbijsterd te kijken wat er allemaal gebeurt. Okay, dus ik mag onthouden wat nu nieuw en lelijk is, wordt ooit mooi. Wordt ooit mooi, ja. Ja, ja. Okay. Goed, ik kijk even naar de vragen die binnenkomen van degene die aan de andere kant van de camera zitten, aan het scherm. Oscar Nuiten, dankjewel voor je vraag. Wat zijn waterstoftoepassingen voor huishoudens? Want inzet lijkt grote industrie alleen. Ik voeg er even het woordje alleen aan toe. Want de inzet lijkt nu dat het vooral om de grote industrie staat. Maar huishoudens? Nou, laten we zeggen, het moet helder zijn. Het moet voor alles gelden. Het is niet alleen maar industrie, het is niet alleen maar huishoudens, het is niet alleen maar mobiliteit. Het moet voor allemaal zijn. Wat wel de wegbreider moet zijn, is de industrie. Omdat daar het grote, de grote hoeveelheid zit. En daar moeten de prijsdalingen het eerst plaatsvinden. Ja, daar begint natuurlijk ook de techniek. Het toepassen, het breed uitrollen van techniek. Ja, laat ik eerst een paar technische opmerkingen maken. Want waterstof is eigenlijk gewoon een aardgas. Hè. Dus je kunt een cv-ketel, die kan gewoon op waterstof. Die zijn er ook, die kun je kopen. Je kan zelfs al ketels kopen in de UK dan. Die waterstof ready zijn. Hè? Dus die je als er waterstof door die pijpleiding komt, gewoon omschakelt. Wat staat er nu ook in het coalitieakkoord? Daar staat eigenlijk dat de hybride warmtepomp keteloplossing eigenlijk het meest snelle introductie is. Wat doe je dan uiteindelijk? Dan ga je uiteindelijk dat aardgas vervangen door waterstof en dan ben je helemaal CO2-neutraal. Ja. Dat is in feite wat we nu zien als een van de oplossingen. Laten we nou nog eens even naar Japan kijken, want we hadden het net over de brandstofcellen. In Japan, na Fukushima, is eigenlijk het idee gekomen van we kunnen niet alleen maar kernenergie, we hebben iets anders nodig. Dat was Abe destijds en die zei van we hebben waterstof nodig. Importeren want wij zijn ook een land wat niet zoveel heeft. En toen zijn onder andere Toyota bezig geweest enzovoort met de auto's, maar ook Panasonic, die heeft een kleine brandstofcel gemaakt voor in de woning. En die in de woning brandstofcel,
He, die is maar 1 kilowatt groot. Die produceert natuurlijk elektriciteit op het moment dat die zonnepanelen het niet doen. Maar ook warmte. En die warmte produceert hij ook 's nachts. He, dus dan kan je je boiler volladen. Maar ook in de winter moet je meer elektriciteit produceren. Produceer je dus ook meer warmte. Ja. En dan zie je dat zo'n kleine 500.000 van die zonnecellen of die brandstofcellen daar nu al staan. Die werken nog niet op waterstof, want dat zit er nog niet in die lijn. Die werken op aardgas. Maar wat zit er dan boven die brandstofcel? Een omvormertje wat aardgas omzet in waterstof en zo wordt het eigenlijk in die brandstofcel gebracht. Ja. Nou, die systemen zie je nu pas hier op de markt komen, maar die zijn er dus al behoorlijk aantal jaren in Japan. Ja, wat een fantastisch voorbeeld. Hoe luister jij hiernaar? Dat is gewoon de daar gaan mijn kinderen de geld mee verdienen. Ja. Ja. En dat is dichterbij, als de medemensen denken, schrijf even een bedshow. Ik schat dat wij in 2004, de 23, 24, dat we eerst series gaan doen. En af 2025 is de eerste backbone van ons aardgassysteem in Nederland is omgeschakeld naar waterstof. Ja. Ik moet ineens denken aan een prachtig voorbeeld van een paar jaar geleden. Ik was in De Helder, de toekomstige hoofdstad van de Noordzee, hè? Nederland, van het nieuwe Nederland. En daar zag ik een presentatie van jonge studenten, volgens mij van Technische Universiteit Eindhoven, kan ook Delft of Enschede zijn geweest. Die lieten zien dat je je auto parkeert aan je huis en je huis dusdanig koppelt dat je energievoorziening wordt aangezet via het thuiskomen van je auto. Dat is fantastisch dat je auto een sleutel nodig hebt. Dat waren mijn studenten, ja. Dat waren jouw studenten. Ja. Fantastisch. Ja. Ja. Maar dat is wat je, dat hebben wij, kijk in Japan heeft Toyota dus de brandstofcelauto ontwikkeld. En als je die in Japan koopt, de Toyota Mirai, wat Mirai betekent toekomst in het Japans, daar zit in de kofferbak een stopcontact. Want dat was nou juist de backup. Als de stroom uitviel, dan kon je hem aan je auto koppelen. Ja, je auto is je nieuwe huis. Heerlijk. Ja. Nou ja, je nieuwe stroomvoorziening. Maar dan zie je ook dat het verschil tussen een auto en dat kleine brandstofcelletje wat van Panasonic komt. Een auto heeft een 100 kilowatt motor. Ja. Dat betekent dat je in principe 100 woningen van stroom kunt voorzien met zo'n auto brandstofcel. Ik zag dat Peter opstond. Dat betekent meestal dat je dan wilt praten. Ja. Inmiddels door na een half uur. Nee, maar het leuke is dat, laten we zeggen, er zijn ook ontwikkelingen op het gebied van elektriciteit en de elektrische infrastructuur. En daar zijn mogelijkheden om dat naar gelijkstroom om te zetten. En als je dan voorstelt, dat zijn systemen die op dit moment al operationeel zijn, dat straatverlichting op gelijkstroom werkt. Dan kun je je eigen PV-installatie eigenlijk op een veel makkelijkere manier koppelen naar het netwerk dan met zo'n hele dure inverter. Maar je kunt ook auto's opladen, maar je kan ze ook ontladen. En op die manier, als een auto 100 kilowatt, zoals Ad zegt, terwijl jouw huisaansluiting misschien 3 kilowatt is, dan is het relatief eenvoudig om met auto's een heel gebied van elektriciteit te voorzien. En op een duurzame manier. Ja, het ondergrondse netwerk wordt ook wat schoner daarmee, hè? Als ik me ineens te bedenken. Dankjewel, Oscar Nuiten. Meer vragen kunnen via de chat gesteld worden. Hier is er een van Erik Verbruggen. Hoe zit het met de schaarste van kritische materialen? Grondstof, zoals iridium. Bij opschaling van waterstoftechniek. Hoe zit het daarmee? Wie wil die beantwoorden? Daar wil ik wel wat over zeggen. Want kijk, er zijn verschillende typen electrolyzers. De meest traditionele en ook die al 100 jaar bestaat is alkaline. Alkaline heeft geen iridium. Dat zit alleen in de nieuwe PEM electrolyzers. En dat is zeker een zaak waar je echt kritisch naar moet kijken. Maar wat doen we nou bijvoorbeeld aan de Universiteit van Delft ook? Daar hebben Ruud van Omme, een van mijn collega-hoogleraren, die kijkt naar de nanodepositie van dat iridium. Van zeldzame aardmateriaal, in dit geval iridium ook. En daar kan je eigenlijk, nu doen we eigenlijk dikke klodders erop. Om het maar even plastisch te zeggen. Maar je kunt dus door nanodepositie eigenlijk dat wel met zo'n factor 100 verminderen in materiaalgebruik. En dat zijn natuurlijk de technieken om het uiteindelijk ook mogelijk te maken. En natuurlijk te kijken naar vervangers van dat iridium. Dat is wat je moet doen. Maar zeker een issue. Maar in eerste instantie zullen we, tot nu toe zijn de alkaline ook veel goedkoper. Ja. Dus we gaan echt niet grootschalig die PEM
electrolyzers maken. Ja, de gedachte dat je kijkt naar minder populaire, maar schaarse stoffen. Iridium is een beetje vergelijkbaar met in de toekomst waarschijnlijk een Rolex-horloge, denk ik dan. Ja. Dan moet je naar andere horloges. Dan moet je, maar zijn die er al? Heb je die ja, al? Ja, er zijn allerlei ontwikkelingen in die electrolyzers. Hè. De anion-electrolyzers, een verbeterde alkaline-electrolyzer. Je hebt ook hoge temperatuur. Electrolyzers die nog een weer hoger rendement hebben, maar ook duurder zijn. Dus dat is niet altijd de oplossing van het vraagstuk. En wat je, laat ik ook een andere technologie eigenlijk benoemen, die ook wel met materiaal, maar waar we ook aan werken op eigenlijk alle universiteiten in de hele wereld, wel zo'n beetje technische universiteiten, dat is de zogenaamde fotolyse, de foto-elektrochemische cel. Licht. En dan is het licht, het foton, Die splitst direct het water in waterstof en zuurstof. Ja. Daar moet je ook wel een katalysatormateriaal voor gebruiken. Dat is hoogwaardig onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, hè? Aan bijna elke universiteit in de wereld. Ja. En dat was in de jaren, zeg maar, 80, 90 van de vorige eeuw, ging dat over de fotovoltaïk, hè, dus de fotovoltaïsche zonnecel, die elektronen losmaakt uit het materiaal. En nu zie je eigenlijk dezelfde soort vibe, zou je kunnen zeggen, rond de fotolysecel. En je ziet ook hetzelfde gebeuren. Hè? De claims van wij hebben een hoger rendement, wij hebben betere materialen enzovoort. En geen degradatie of minder degradatie, dat is wat je nu ziet. Even een vraag tussendoor stellen, hoor. Want ik ga zo verder met de kijkersvraag, om het zo maar te zeggen. Maar wat mij opvalt, is dat dit onderwerp waterstof door jullie aanwezigheid ineens dichterbij komt bij mij. En ik hoop dat mijn vragen daardoor het onderwerp waterstof bij jullie dichterbij. Hoe komt het dat jullie niet aan tafel zitten bij Op1 of bij Bo? Waarom is het onderwerp niet inmiddels op tafel bij de vele tafelgesprekken die er zijn op televisie? Dat mag jij eens. Eén, wil je er zitten. Twee, omwille van de missie lijkt me overduidelijk. Ja. Oké, goed, dat ze kunnen. Wij zijn misschien een beetje te bescheiden in dit soort dingen. Dus we moeten, daarom is ook het boek, om te zorgen dat al die misverstanden over waterstoffen, dat die een keertje uit de wereld kunnen helpen. En de mensen doen beseffen van, jongens, hey, dit is echt gewoon geen ver van een bedshow, dit is gewoon dichterbij. Dit is techniek van vandaag en morgen. Ik zeg moed. Vinden ze moed? Goed. Ja, dat is absoluut noodzakelijk. Dat is ook de reden waarom we zeg maar het hoofdstuk wat we geschreven hebben, dat heet zeg maar verborgen veronderstellingen en andere misverstanden rondom waterstof. En dat is omdat mensen inderdaad een heleboel vooronderstellingen hebben die, zeg maar, als je die even op de keep hebt beschouwd, echt weggeredeneerd kunnen worden. En het is ook absoluut noodzakelijk om naar de lange termijn te kijken. Zeg maar, af en toe wordt de suggestie gewekt dat het toepassen van waterstof in de gebouwde omgeving in Nederland in 2030, dat kan toch geen bijdrage vormen. Nee. Daar gaat het helemaal niet om. Nee. Je moet op zijn minst naar 2050 kijken vanwege een noodzakelijke wereldwijde energietransitie. En je zult moeten kijken naar niet alleen de gebouwde omgeving, maar ook naar de industrie en de mobiliteit. En het moet echt vanuit een brede visie komen. En daar zou ik toch ook naar richting de regering willen roepen om daar een keer een voortouw in te nemen. Net zoals dat we toen met aardgas gedaan hebben, zal dat met waterstof ook een keer moeten gebeuren. Frans Timmermans die roept hetzelfde. Hè? Nederland wordt eens wakker. Klopt. Schuif eens aan in die ontwikkeling van de waterstof. Ja. Klopt, Samsung, hetzelfde. Ja. Nederland is traag, is laks. Eens? Ja, onnodig. Het is helaas zo dat wij veel praten, maar weinig doen. Ja. Dat zie je ook bij de financiële onderbouwing van de coalitieakkoord. Er wordt heel veel geld weer uitgetrokken voor onderzoek. Houd er toch mee op, we weten alles al. Gewoon doen. Ja. Houd er toch mee op, we weten alles al. Ik heb nog een vraag van Oscar. Oh, dat is nog een vraag van Oscar Nuiten. Met alle respect, daar kom ik zo op terug. Paul van Dorp, groene waterstof lijkt vooralsnog beperkt beschikbaar en voorbestemd voor de industrie. Hoe kijken jullie aan tegen het gebruik hiervan in onze steden? Ja. Nee, kijk, ook dat is een misverstand. Het is natuurlijk, groene elektriciteit is net zo goed beperkt beschikbaar. Maar hoe maken we dat? Door allerlei regelingen, de SDE-regelingen, de stimulering om dat soort groene elektriciteit te maken. Maken we natuurlijk ook uit, we hebben groene elektriciteit nodig om groene waterstof te maken. Maar er moet dus veel meer groene elektriciteit gemaakt worden. Dus
Ik las dat niet in het coalitieakkoord, maar er moet, we spreken over 10 gigawatt extra offshore wind, bovenop wat we gaan tot 2030. Nou, dat is minimaal om ook voldoende groene elektriciteit te hebben. Dan kan je ook groene waterstof maken. Maar wat is nou het interessante van waterstof? Dat kun je importeren. En dat kan je eigenlijk niet met elektriciteit. En dat moeten we dus ook gaan doen. En daar zie je de havens. Ja. He, daar zie je ook de gasunies en zo van deze wereld. En meest ideaal via Algerije en het al liggende pijpleidingssysteem. Via het pijpleiding, maar ook via de havens. We importeren natuurlijk ook vloeibaar aardgas via de havens. En dat zal voor een groot deel ook de olie moeten vervangen. En laat ik daar één ding bij zeggen. Dat is van eminent belang, niet alleen voor die energietransitie, maar voor onze economie. Onze havens gaan echt naar de haaien of waar dan ook naartoe. Als ze niet overschakelen op waterstof en afgeleide producten daarvan. Even nog terug naar een element uit de vraag van Paul van Dorp. Paul, je zegt, hoe kijken jullie aan tegen gebruik hiervan voor onze steden? Een achterliggende vraag van mij dan is, wie bepaalt dat in die steden? Is dat de burgemeester van Helmond of wordt het de burgemeester van Eindhoven die zegt, we gaan het voor de regio Eindhoven organiseren of... Amsterdam, Femke Hals, kunnen die dat zeggen? Wij willen dat nu veranderen of werkt het zo niet? Nou, eerlijk gezegd werkt het systeem eigenlijk helemaal niet zo. We hebben natuurlijk die hele energietransitie voor de warmtevoorziening en zo allemaal gedecentraliseerd naar gemeentes. De RES, we hebben 30 RES-regio's, maar een energievoorziening en zeker een energieinfrastructuur, ja, die houdt niet op bij de gemeente RES. Nee, precies. Dus die zul je toch, Peter ook al zei, daar zullen we net zoals vroeger met dat aardgas, zullen we gewoon een plan moeten maken. Hoe gaan we nou gebied voor gebied, en natuurlijk beginnen we dan met de industrie, maar daarna gebied voor gebied, hoe ga je dat omschakelen? Want het gekke is ook, in een gebied staan niet alleen woningen. Daar staat ook de bakkerij, daar staat ook de wasstraat, die niet zo makkelijk op elektriciteit kan overschakelen. Dat sectordenken is een beetje te ver doorgeschoten. Je moet natuurlijk kijken wat je energieinfrastructuur, hoe kan ik daar de duurzame energie brengen? En dat is altijd een combinatie van elektriciteit en waterstof. Ja, daar zit jouw kennis. Hoe organiseer ik het? Nou kijk, ik voorzie wel een transitiefase. Je kan namelijk vrij makkelijk tot 30% waterstof bij aardgas bijmengen. Dus in ons bestaande net waterstof bijmengen, zonder dat er veel hoeft aangepast te worden aan de gebruikstoestellen. Dus met name de overgangsfase en de volgende fase zullen inderdaad sectorsgewijs moeten omschakelen. Maar een mooi voorbeeld uit de geschiedenis, dat toen we omschakelden van stadsgas naar aardgas, dat heb geduurd van 58 tot 64. Dat is wel wat compacter, maar dat was, in 6 jaar was dat voor elkaar. En wat hebben we toen gedaan? Dan hebben we de nozzeltjes uit de gijzertjes en de CW-ketels, die hebben we vervangen door een andere diameter. Dan weet ik wel, als je omgeschakeld naar aardgas naar waterstof, dan moet je iets meer doen, want de vlamtemperatuur is hoger. Maar het is kleurloos, maar we moeten het is ook weer geen rocket science. Echt niet ingewikkeld. Nee. En bovendien komt steeds meer toestellen beschikbaar. Die zijn al voorbereid op. Die snuffelen zelf en die zeggen, joh, er zit waterstof in. Ik regel druk een beetje bij en ik pas het aan en dan gaat hij weer. Ja, want jij zei net ook, stop toch met onderzoeken, we weten het al, we kunnen het al. Ja, nou laten we zeggen. Onderzoek, je moet gewoon doorgaan en dingen moeten zich ontwikkelen. Maar met name die theoretische onderzoeken die verder, die, laten we zeggen, over inpassingen en maatschappelijke effecten, allemaal dingen die losstaan van een concrete implementatie, daar moet je denken, dat is zonde om daar veel geld aan te vertimmeren. Ja. Oké, goed. Gaan we even door met de vragen, want er komen veel vragen binnen. Paul Broekaert, dankjewel voor je vraag. Zijn er geschikte leidingen, oliegas, vanuit het Midden-Oosten te gebruiken voor waterstoftransport? Ja, dus moet het antwoord zijn. Het antwoord is gewoon simpel ja. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de gasleidingen die we op de Noordzee hebben. We hebben ook recent NGT, dat is een gasleidingtransportbedrijf. Gewoon hun leidingen zijn ook prima geschikt om waterstof door te transporteren. Het gaat niet helemaal automatisch, je kan niet zomaar omschakelen. Je moet natuurlijk wel inspecteren, kijken of alles nog goed is. Maar, en met name als je naar de transportleidingen, dan moet je vooral naar de compressoren kijken, die de druk op dat, die moet je vervangen of retrofitten. En als je naar het distributiesysteem kijkt, dus naar je woningen,
Dan moet je zeker ook kijken naar alle aansluitingen, want die kunnen nog wel eens lekken. En in de woning heb je ook nog wel problemen, want bijvoorbeeld het leidingje wat naar jouw kooktoestel gaat, is vaak een rubberleidingje. Ja, dat is niet lekker. Nee. Dat lekt. Ja, ik vind het even bij aanhaken, omdat ik het is bijna aandoenlijk om af en toe te zien wat er op gemeentelijk niveau verteld wordt. Dus er zijn gemeentes waarbij er zeg maar met droge ogen beweerd wordt dat het goedkoper is om de aardgasleidingen nu uit de grond te halen dan ze erin te laten zitten. Het is complete waanzin. Het is helemaal omgekeerde werkelijkheid. Het begint natuurlijk met het gevoel dat het af en toe te ver weg is om er nog kneedbare kennis voor de bewoners van de steden en dorpen van te maken. Nou, het heeft vooral te maken met zeg maar de decentralisatie van de transitie die Ad al genoemd heeft, op een niveau waar gewoon geen kennis beschikbaar precies, is. Ja, het gebrek aan kennis, ja, dat is echt heel... Dat is heel vervelend, want degenen die dat gebrek hebben, kun je het niet verwijten. Nee, plus, en die worden door de regering nog eens een keer onder druk gezet om binnen nu een hele korte tijd met een plan te komen wat aardgasvrij is. Ja. Oké. Nog een vraag hier, een hele simpele lijkt het. Hoe kunnen mensen zelf het beste aan de slag met waterstof? Maar... Simpel, waterstofauto kopen. Oh ja, een waterstofauto kopen. Ja. Dat is de kortste klap. Ja. Okay. Er moeten steeds meer plekken getankt worden. Inmiddels 6 plekken in Nederland. Eind van het jaar, volgend jaar loopt het op naar 10. Dus dat komt steeds dichterbij. Ja. Ik kan uit ervaring vertellen, rijdt het probleemloos. Vraag van Loek, is het mogelijk om waterstof over een lange afstand te transporteren via gas- en olieleiding? Het antwoord heb je ook al gegeven. Ja, dat is gewoon hetzelfde als voor gas. En sterker nog, het is, daarmee kun je het ook goedkoop opslaan op dezelfde manier als aardgas. Dat doe je bijvoorbeeld in die zoutkoepels. Daar hebben er 10 van liggen bij Veendam. Mm-hmm. 6 zijn in gebruik voor gas, maar 4 zijn eigenlijk niet in gebruik. Er worden er nu 2 eigenlijk voorbereid om waterstof in op te slaan. En dat zijn ook, kijk, we hebben waterstofpijpleidingen ook al tientallen jaren ook in Nederland lopen. Hè? Maar dat zijn privépijpleidingen van Air Liquide in dit geval, of Air Products. Maar ook zoutkoepels in gebruik voor waterstofopslag, ja, dat doen we ook al sinds 1972. Dus wat dat betreft natuurlijk een punt. We hoeven niet deze technologie helemaal opnieuw. We moeten het wel erg opschalen. En dat is eigenlijk de kunst. En ja, natuurlijk moet iedere keer denken bij deze uitleg. Hebben we wel genoeg mensen daarvoor? Ja. Hè? Wat jullie al eerder. Mensen die moeten. Die het werk moeten uitvoeren. Mensen die opgeleid moeten worden. Nog die tweede vraag dan van Oscar Nuiten. Is er nagedacht over de ombouw van een olietanker ten behoeve van waterstoftanken? Wat ik al eigenlijk aangaf, je kunt waterstof binden aan toluween of andere producten, zodat het een vloeistof wordt. En dan kan je in principe dezelfde olietanker gebruiken voor het vervoeren van dat product waar waterstof... Dan moet je de naam weer eraf halen. Dus er zijn eigenlijk ruwweg 3 manieren om per schip waterstof te vervoeren. Je maakt het vloeibaar. Ja. Maar dan heb je speciale tankers nodig natuurlijk. Maar die lijken erg op de vloeibare aardgastankers, de LNG-tankers. Ja. Je bindt het aan stikstof uit de lucht. Dus dan krijg je ammoniak. Dat is ook een hoofdbestanddeel van kunstmest. En dat wordt natuurlijk al vervoerd. Dus daar heb je al de infrastructuur voor. Of je bindt het dus zodat het een vloeistof wordt. En dan kan je die olietankers gebruiken. Ja. En er is dus nog ook altijd de voorkeur voor pijpleidingssysteem, liever zo. In principe is het, als je het uit Noord-Afrika haalt, stukken goedkoper om het per pijplijn te doen dan per schip. Ja. Okay. Hoe kijken jullie aan tegen de samenwerking met energiebedrijven? Als Vattenfall, Shell, zegt Leo. Dankjewel. Ja, kijk, energiebedrijven, wat zie je heel erg bijvoorbeeld bij Shell. Die zijn er heel erg op uit om de levensduur van de bestaande fossiele structuur zo lang mogelijk te maken en elke liter olie op te pompen. Die er is. Die hebben geen. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant zie je dat ze ook wel nadenken over de toekomst. En de Shell zie je wel een beweging maken naar een gasgedreven industrie. De energiebedrijven die maakt het minder uit. Maar voor hun is er heel veel winst juist te behalen. Omdat waterstof verbindt de twee systemen. De elektriciteitsnet met het aardgasnet. Die twee energiesystemen.
Als je die verbindt, kan je met een veel kleinere totaalsysteem af. En wij stoppen gaan de komende jaren heel veel dom geld investeren in achterhaalde technologieën door gewoon dikkere kabels er rond te graven. Gaan we 40 miljard in investeren, zonder dat de Tweede Kamer erover gediscussieerd heeft überhaupt. Laten we zeggen besloten hebben. En dat kan veel slimmer, dat kan veel beter. Dus ik hoop dat we dat ze ook een beetje kostenbewust worden en hier over dit soort inpassingen gaan nadenken. Ja, als ik de vraag heel simpel mag vertalen, dan samenwerking oké. Maar niet op basis van oude waarden, zeg je eigenlijk. Het liefst zoveel mogelijk op basis van nieuwe inzichten, nieuwe snelheden. Dat klopt. Ze zijn nu een beetje losgezongen van de maatschappij. Kijk, energiebedrijven zijn begonnen als gemeentelijke bedrijven. Ja. Die zijn gefuseerd tot conglomeraten, losgezongen van de maatschappij. En het mooie is dat er nou weer kleinschalige nieuwe energiebedrijven ontstaan. Dus ik denk dat die twee werelden elkaar wel weer vinden. En als zij niet luisteren, dan gaat het meestal op hetzelfde wel. Ja. Nou, nog één vraag nu. Kernenergie is niet goedkoop. Waterstof zal dat ook niet zijn? Jawel. Ja? Waterstof wordt heel goedkoop. Dat is afhankelijk van de energiekosten die je erin stopt. Nou, als we het over die 1 cent per kilowattuur hebben. Ook met alle transportkosten hier naartoe, dan zit je op de 1,5 tot 2 euro de kilo. Dat is omgerekend zo'n 3 tot 5 cent per kilowattuur. Dat is goedkoper dan wanneer je hier eigenlijk elektriciteit maakt met zonnepanelen. Ja. Dus dat is juist het interessante daarvan. Dit maakt het mogelijk om die hele goedkope duurzame energie van elders hier naartoe te halen. Ja. Ik hoor ook veel, dat wordt gezegd, hè, we moeten niet meer praten over of zon, of wind, of waterstof, of kernenergie. We hebben ze allemaal nodig. We hebben eigenlijk in een systeem, van alle duurzame energiebronnen of CO2-vrije bronnen, die hebben we nodig. En dan kan je discussiëren over kernenergie of niet. Maar goed, CO2-vrije bronnen, en daar kom ik zo meteen nog op wat dat ook kunnen zijn. En dan hebben we 2 koolstofvrije energiedragers eigenlijk. 2 grote. En dat is waterstof, want als je het gebruikt, komt er geen CO2 meer vrij. En dat is elektriciteit. En daarmee moet je het doen. Ja. En die moet je soms in elkaar omzetten om het te kunnen vervoeren of om het te kunnen gebruiken. Maar het is niet de één is dominant ten opzichte van de andere. Nee, ze hebben allebei een rol. En waterstof is dan het mondiale, daar kan je het mondiaal mee vervoeren. En elektriciteit, ja, dat heb je vaak voor het regionale, lokale netwerk. Want daar zit ook een groot volumeverschil in. Kijk, een grote kabel, heeft een capaciteit van 1000 megawatt, 2000 megawatt. Een beetje pijplijn heeft al gauw een capaciteit van 20.000 megawatt. Dus je kunt er veel meer energie mee vervoeren. En dat is ook wat je doet. Oké, goed. De afzender van de vraag zei trouwens, zie jij dat anders, Peter? En Ad nam meteen het antwoord. Ja, dank je, Ad. Het is ook heel leuk dat de onderwerpen die nu allemaal de revue passeren, dat zijn in feite komen die bijna allemaal ook terug in het boek. Ja. Allemaal als kleine, korte verhalen. Het is vanuit de fascinatie van de co-auteurs zelf dat dit naar boven gekomen is. En dat is, we hebben daar absoluut niets in geredigeerd. We hebben gewoon gezegd van, joh, schrijf jij nou vanuit jouw perceptie, vanuit jouw fascinatie, een hoofdstuk over wat je belangrijk vindt aan waterstof. Daardoor zit er ook af en toe een dubbeling in. Daardoor ontbreken er misschien ook dingen. Maar dat was mijn volgende vraag, Henk Willem. Welke vraag is niet gesteld door het publiek? Welke vraag had gesteld moeten worden door de kijker? Welk energiesysteem van de toekomst heeft de laagste maatschappelijke kosten? Oké, ja. Dat is een goede vraag. Waar word je als gebruiker het meest blij van eigenlijk? Ja, waar word je het meest blij van? En wat kijk bij. Welvaart en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is heel simpel. Nou, en natuurlijk, we leven eigenlijk, gelet op de natuur, eigenlijk onmogelijk met hoeveel mensen wij op deze wereld leven met elkaar. Dat wordt nog meer. En dat betekent dat wij we hebben daar energie bij nodig om dat mogelijk te maken. Want dat is de bron van heel veel dingen. En het mooie is dat de natuur die ons gratis aanreikt. Het enige wat we moeten leren is vriendjes worden met de natuur, wat ik aan het begin zei, en het slim inpassen. Ja. Oké, welke vraag is niet gesteld? Nou, een aantal wel. Maar zal ik er nog één uitpakken die ook een beetje nieuw is en die ook nog niet in het boek naar voren komt. Kijk,
We hebben een hele discussie over blauwe en groene waterstof. En blauwe waterstof is dan eigenlijk waterstof die je maakt uit aardgas. En dan komt daar CO2 bij vrij en dat vang je dan voor een deel af en berg je op. Dat is een van de projecten die we ook doen hier in de Rotterdamse haven. Het gekke is dat dat ook een oude technologie is. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld, we hebben in april van dit jaar nog een concessie verleend om een nieuw aardgasveld boven de Waddenzee in gebruik te gaan nemen. Dat willen we eigenlijk niet meer. Terwijl we eigenlijk van aardgas af willen. Ja, precies. Als we dat zouden willen afkopen, betaalt de regering goud geld, want het is nog geen eens in productie. Maar het is wel 35 jaar lang een concessie verleend. Dat is na 2050. Wie verzint dat? Maar nu even over wat moet je daar dan mee doen? Nou kan je kwaliteitseisen stellen. En dan zeg je van het moet niet als aardgas in het systeem komen, want dan kan ik ook die pijplijn niet ombouwen. Maar het moet als waterstof in het systeem komen. Okay. En dan zie je eigenlijk dat er ook nieuwe technologieën zijn die we nu ontwikkelen. Die vooral in de Verenigde Staten en ook in Rusland. Dat heet methaanpyrolyse. En met die technologie splits je het CH4-atoom in vast koolstof en waterstof. Daar komt geen CO2 bij vrij. En dus dan zie je ook dat je zelfs met die fossiele bronnen zonder CO2 waterstof kunt produceren. Nou, dat soort dingen moet je gaan eisen. En uiteindelijk moeten we naar die groene waterstof uit elektrolyse. Maar voor die tussenfase heb moet je die blauwe nodig. Ja, maar dat heet dan, die blauw, dat komt altijd nog wat CO2 bevrij. Ja. Dit heet turquoise, even om het toch ook een kleur te geven. Ja. En die produceert geen CO2. En dat vind ik dan een goede oplossing, een tussenoplossing. Ja. Om zo snel mogelijk naar die waterstofeconomie te gaan. En toch niet dat gas in je systeem te krijgen. Het is moeilijk om jullie binnen het uur te houden, maar ik ga het toch doen. We hebben nog 2 minuten. Peter, welke vraag is niet gesteld? Waarom doen we het nog niet? Ja. En? Nou, wat we daarnet met elkaar geconstateerd hebben, is dat er een noodzakelijk initiatief vanuit de overheid moet zijn om zeg maar, dit in gang te zetten. En laat zeggen, dat zie ik vooralsnog niet snel naar boven komen. Oké, goed. Alle vragen zijn denk ik wel een beetje... er liggen nog 2. Nog eentje dan. Famous last question, om het zo maar te zeggen. Deze komt van Erwin Nijland. Hoe kijken jullie, en daar wil je daar heel kort op antwoorden, hoe kijken jullie tegen de discussie omtrent Tata Steel met waterstof en de haalbaarheid ervan aan? Hoe kijken jullie er tegenaan? Heel kort. Morgen doen. Morgen doen, interessant. Ja. Zeer interessante optie. Ik heb mezelf de aanzichten ervan geweest, morgen doen. Morgen doen. Ja. En eigenlijk is het hetzelfde wat je net zei, namelijk waarom doen we het niet al? Goed, ik dank jullie hartelijk. Ik heb jullie binnen het uur weten te houden. Dat was volgens mij mijn missie vandaag. Dank aan de kijkers. Dank voor de vele vragen die we hebben kunnen stellen. Niet allemaal, maar dank in ieder geval voor het kijken en graag tot de volgende keer.